Когда мы были на войне, когда мы были на войне. Afgelopen week was wel heel grappig, hoor. Ja. Ik had een klein artikeltje neergezet. Ja. En het ging over dat de Verenigde Naties en nog een stuk of 5-6 andere onafhankelijke organisaties, hè, vluchtelingenorganisaties en andere navenante deskundige organisaties. Die hadden dus op verzoek van de Verenigde Naties hadden ze dus gesteld dat er geen enkel bewijs tot heden was gevonden, of dat konden ze niet aantonen of laten zien, dat er dus wel een gifaanval in de Douma plaatsgevonden had. Ja. Nou, dat is dus onafhankelijk neutraal nieuws. Nou, je hebt dat net al eens teruggevonden in de mainstream media. Nee. Het was nu dus niet één organisatie, maar u kunt het verhaal trouwens nalezen op Volksnieuws Amsterdam. Daar staan al die organisaties. Staat er allemaal op, ja. Die namen van die organisaties. Ja. En wat gebeurde er nou? Ik zag een artikeltje van dit vind ik trouwens op zich, vond ik het toch altijd wel een walgelijke braller. Dat is de NOS Rusland correspondent, ik weet niet of je wel eens van gehoord hebt, die zit in Moskou. Dat is David Jan Golfreut. Nou, die heeft een pan. Het lijkt wel de dood van Pilala. Ja, serieus. Maar als we hebben ze die gozer vandaan getrokken. Die kan zo het spookhuis in. Snap je? Dan schrik je de beroerte, je auto, die je langzaam rijdt. Ja, die heeft met een pan. Kijk maar achter me. Ja. Maar in ieder geval, dan nog kan het een goede man zijn, snap je? Tuurlijk. Kijk, je kan wel een kop hebben als van de dood van Pilala. Kan hij zelf ook niks aan doen. Ja, of hoe heet hij ook weer, het monster van Einstein? Kijk naar mij, ik ben ook... Nee, ik Nico, je bent net Brad Pitt vergeleken met hem. Kijk, kom op. In ieder geval, en je hebt een goed hart, dat straal je ook. Ja, uit. Kijk, ja, dat heel belangrijk. Ja, kijk, deze man die straalt iets heel... Weet je, een petje op voor de Gestapo, denk je, ja, dat is hem. Weet je, dat oh, nee, dat is oh, ja. Ja, heel doortrokken, gefrustreerde, vieze, afgetrokken kop. Ja, ja, maar goed, die loopt natuurlijk al jarenlang, elke keer, alles wat Poetin en Russen doen, dat deugt niet. En dat is het enige wat hij roept uit het Moskou voor de bos. En hij loopt er wel vrij rond. Ze zeggen ja, altijd dat je dan wat opgepakt. Zo slecht zijn die Russen. Ja, snap je? Precies, daar heb ik ook wel zo van. Ik denk, als ik Poetin was, dan liep ik je de pleuris van. Dat zeggen ze ook als dat gebeurt. Ja, maar hij gaat daar tekeer, jongen, over die Poetin. Niks deugt. En altijd maar liegen natuurlijk. Liegen. Nou ja, moet je luisteren. Nico, wat gebeurt er dus? Hij had weer een van de debiel stuk geschreven. Volle Dr. Google's propaganda natuurlijk. Dood aan de Russen en leven Trump. En Rutte natuurlijk. Mag ik heel even zeggen, het is weggehaald hoor. Anders dan eten ze alles op. Het moest wel. Want we moeten het ook een beetje in de bescherming nemen tegen de zaal. Ja. Het is net een varken, zo zit ze te vreten. Nou zeg, Steve, ga af. Af. Dat zeg je niet zo. Ja, ik maak een grapje. Je collega. Het knapste vrouw van collega. De collega. Dat zeg je toch niet. Alles deskundige. Je leek wel alles vreten. Alles vreten. Zet je er anders in de neus. Nou ja, zolang je maar geen alles neuken bent. Nee. Oh. Dat is Peter de Vries, weet je. Alleen zijn toch je neus alles wat maar vast zit. Het wordt gewoon voor je neus gezet, weet je. Ja, dat is verleidelijk. En dat is verleidelijk. Maar goed, in ieder geval, ik zat ook mee te vreten. Maar dan wist ik niet, was dat nou die hascake? Nee, die hascake was tweede week. Oké, nou mensen moet je horen. Gebeurt er, dus ik zet er gewoon heel, ik geef mijn antwoord op zijn tweetje, kijk nu maar op de... Oh ja. En ik zei alleen, heeft u nou helemaal geen schaamte? Meer niet, heel netjes, toch? Tegen een NOS-correspondent heb ik het, verdient anderhalve ton per jaar, gratis flitje, onkostenvergoeding, gratis autootje, de man zijn kostje is gekocht, buiten zorg. En een link van mijn artikel, want hij had natuurlijk geschreven dat het voor hem stond het alweer vast, die gifaanval, je weet het wel, en Trump terecht ging Trump raketten afschieten. Ik weet niet hoeveel burgers er inmiddels al dood gegaan zijn door die geallieerden, de NATO en die Nederlandse F-16'tjes houden ze ook staatsgeheim. Ja. RTL vroeg laatste cijfers, heb je het gelezen in de krant? RTL wilde de cijfers hebben hoeveel mensen, hoeveel doden er onder de burgerbevolking gevallen was inmiddels door die aanvallen van hun F-16's. Nou, die cijfers gaven ze niet. Snap je? Dat is weer geheim. Over 30 jaar. Dat zijn we ook weer. Maar goed, in ieder geval... En ik kijk eigenlijk nooit terug op die antwoorden van Twitter. Maar toevallig iemand van onze redactie, die keek. En toen had hij me teruggestuurd. Nou, ik stond eigenlijk voor perplex. Ja. Zo. Ja, wat denk je? Het bewijs hebben we toen we hebben het gekopieerd, zodat hij die weer weg had laten. Ja. Toen had hij teruggemaakt. Wat was het nou? Wat moet je, mafkees? Oh ja. Dus, ja, de NOS-man, de correspondent. Mafkees dat je bent. Dus ik stuur hem een linkje van een heel net artikel met feiten en gegevens. Ja. Die hem natuurlijk niet aanstonden. Nee. Dat hij dus al die gerenommeerde instanties van de VN, vluchtelingenorganisatie en de World Dit en de World Dat en de Genève van Rode Kruis, geen bewijs voor gifafval. Was ik een mafkees? Ja. Ja.
Dus dat, ik heb hem even terug... Dat zijn hun antwoorden. Ja, de kantrie van de NOS. Nee, maar ja. Gesubsidieerd. Nee. Die man ik betaal mee aan die man zijn baan. Ja, precies. Het is een subsidievreter. Maar ik heb hem even netjes teruggemaild. Ja. Ja, want als je met mafkezen begint te smijten, ben je natuurlijk bij mij het goede adres. Ja, dat doe ik ook hoor, dat je het weet. Ik zeg als ik dus vanaf nu geldt voor jou het Russische onderwereldmafia spreekwoord. Dat is in Rusland, hè. Dat is... Bergen ontmoeten elkaar nooit. Oh, is dat Russisch, ja? Het is van de Russische mafia, ja, dat is van de Russen. Van mijn Russische vrienden, dan weet ik dat. Ja. Ja. Bergen ontmoeten elkaar nooit, maar mensen altijd. Ja, dat is in het kader daarvan, als ik je dus fucking tegenkom, heb ik hem teruggemeld, toen heb je niet meer geantwoord. Nee. Hij staat natuurlijk zwaar, ik denk achteraf, had hij natuurlijk weer zijn gratis wodka opgesopen, onkostenvergoeding, vergadering, weet je, fles wodka, het duurste die er is. Weet je, cocaïne misschien erbij, schandknaapje. Dus hij was een beetje moedig. Dus toen heeft hij mij maar even mafkees genoemd. Ja. Maar als ik zeg, als ik je tegenkom, die geef ik een fucking volkse oorvijg. Ja, dat doe ik, hè. Ja, ga ik een paar dagen verzitten. Wat, ben ik, hier ben ik. Ben ik jouw mafkees? Nou, die krijgt er een ouderwetse dat ze jackets eruit vliegen. Nou, dat ga ik echt doen. En weet je, kun je nagaan hoe fucking dom die is. Hij is nog dom ook, hè. Mm-hmm. Hij is superdom. Mm-hmm. Want ik heb heel veel Russische en Joegoslavische kennissen. Heel veel vrienden uit Roemenië. Mm-hmm. En noem maar op. En uit Hongarije. Al die kanten. Tsjechen. Russen, heel veel Russen ga ik al mijn hele leven mee om. En ook Joegoslaven trouwens, zowel van Servië als Montenegro. Ja. En jij kent ook wel een paar oude gabbers. Nou. Dus ik hoef maar dit te doen, of ik heb daar ook een patch voor zo'n mafketel. Dus wat haal je aan met mij? Maar ik begreep het niet. Dat verwacht je toch niet? Dat verwacht je niet dat hij zo'n antwoord... Nee, dat verwacht je niet. Wat zijn dat voor mensen? Het zijn of zulke antwoorden of ze geven helemaal geen antwoord. Mafkees, ik denk dat vind ik... Ja, dat denk ik, dat verwacht je zeg maar van het... Mainstream. In onze kringen, de stem van de slaat, geen subsidie. Jij mag wel schelden, niet dan? Maar toch niet als je 2 ton per jaar vangt. Ook van mij en jou, wij betalen dat. Dat is even een tussendoortje, jongen.